Ja. Je kan nooit een schoen maken zonder een journalist. Dat kan niet. Nee. Dat is eigenlijk de afdruk van de voet. Hè? Mm-hmm. Nou, daar gaat een schacht over, die noemen ze een schacht. Ja. Die is dan een heel kleintje, maar die heeft natuurlijk alle maten. Ja. Die gaat erover. En als je die dan over hebt, dat was allemaal wat ik nou vertel, dan bevoegen. Ja. Op deze tijd is dit helemaal niet meer aan de orde. Gaat waarschijnlijk machinaal. Dat is allemaal machinaal. Ja. Die kennen ze niet eens meer. Als ze dit samen willen bestellen, dan zetten ze het hier op. Ja. En dan vatten ze een zweektang. Ja. Met die zweektang werd er dit overgetogen. En dan hadden ze spijkertjes in de mond, teksten. Ja. Die pakten ze hiermee uit. Zoeren ze erin, boem, het halen. Met hiermee het halen. Ja. En heeft dit nog een naam? Een zweektang. Een zweektang. Dit is een zweektang. Ja, en werd door dat stukje werd die spijkertjes erin geslagen. Zo overgetrokken. Oh, ja. Zo, ja. Zo. Ja. Oh, en dan sloegen ze hier het weg. Boom, dan zat hij vast en ging je verder. Ja. Dan ging je naar de volgende. Boom. Ja. Het spijkertje uit de mond. Het spijkertje uit de mond pakken. Ja. Ja. En Ja. Dat ging zo. Je werd op de pingen gezet. Ja. En dan. Daar werkt niet op, daar werkt nog niet meer. Het is waarschijnlijk te oud voor. Dat is te goed, hè. Oh. Maar hij is toch niet vast? Nee, ik hou hem wel vast. Kijk, ik kon hem zo eruit trekken. Ja. Oh ja. Ja. Oh, geweldig. Kijk, er komt een god. En dan kan men in de schoen kijken, daar zit het winnen zo, hè? Ja. Ja. En in je schoen werd weggezet, klaar. En in je leest je wat dat weer. Zo. En dan is je weer klaar voor de volgende. Godzapper, nooit geweten, hè? He? Nooit geweten. Met een binnenzool opgetimmerd. En in die binnenzool komen de tekstjes. Ja. En die worden omgeslagen, omdat hier een plaat op zit. Worden die tekstjes omgeslagen, anders zaten ze in je voeten. Ja. En die komen door de binnenzool. Ja. Dan zitten ze in de voeten. Maar die worden nou omgeslagen om die plaat. Toch voelde je op een gegeven moment wel een spijkertjes in de schoenen, hè? Voelde wel, maar nou niet. En dan werden ze daar toch opgezet, op dit apparaat? Ja, dat is even thuis, hè? Kon je spijkertjes eruit slaan? Nee, deze. Nou, want eigenlijk alles niet door elkaar, ik moet niet allemaal werken, hè? Kijk, nou. Maar krijg je er zin in, hoor? Kijk, als je de schoenen nodig had, dan zet je dat op. En dan vat je de hamer. Kijk, hier staat spijker klaar. En dan waren ze klaar als dit erop was? Ja, ze kwamen nog een zoltje. Alles ook kwamen er nog. Hè. Ja. Maar hier hebben ze allemaal blind spijkers in zitten slaan. Die hoorden natuurlijk niet. Nee. Moet ook niet met film zetten, hoor. Ja. Eigenlijk die kleine en deze. Specifieke schoenmakers aan, hè? Ja. Specifieke schoenmakers aan. Dan zijn die zweektang ook nog eens klaar. Ja. Ja. En die zweektang, die moest klaar te zien werden. Spijkers, die spijkers, die werden in de mond gegooid. En die pikten ze zo uit. Ja. Nou, hè? Ik kan me er iets meer voorstellen. Ja. Dat gaat. Ik heb dat nooit gekund, maar die echte schoenmakers, die kunnen dat. Ja. Weet je wel, was een Ooyang dan een schacht waar ik aan het zoeken was? Oh ja. Oh. Ja. Ja. Dit. Ja, daar heb ik die. Nou, ik kan er zeggen, dan heb ik daarnet verteld dat ze die zweken. Ja. Je moet er vooraf moeten een contrefour in, hè? Ja. Dat is de contrefour. Ja. Weet jullie wat een contrefour is? Ja, een contrefour is een beetje... Contrefour, dat is de hield. Ja. En die gebruiken ze dus om modellen te staan. Dus hier staan ze binnenzolen mee. Ja. En buitenzolen. En dan werd hier het leer, daar ligt hier wel op. Stansmessen. Stansmessen, dit is een stansmessen. Ja, daar werd hij mee afgesneden. Nou werden, bij die stansmessen werden de onderdelen van de schoenen, die werden hier met die stansmessen uit het leer gestanst. Ja. En het leer was gelijk de vorm. Ja, het leer lag op een blok. En hier werd dit mes. Dat was bam. Ja. En dan hadden we een onderdeel. En er werd dan gedreven met stoommachines. 13 maten? Van maat 3 tot maat 12 of 13. Ja? Ja, dus die liepen dus op, hè, van klein naar groot. Ja. Voor dames tot 42, 243. En we heren gingen tot 47. Ja.
Want eigenlijk zijn de voeten steeds groter geworden, ja, hè? Als je werkt, dan komt de maat groter, hè? Ja. Ja, maar dat was toen... Maar de grote maten die gingen naar noorden van Nederland. Ja. Ja. Voor dames. Ja. En de kleinere maten bleven in het zuiden. Want in het noorden hebben de dames grotere voeten dan in het zuiden. Dat is mooi. Ja, maar dan zijn de dames ook weer forser. Ja, ja, ja. En hier is het dus ook weer zoiets zitten. Je kan er nou een onderdeel van staan voor het bovenleren, voor de schacht. Ja. Daar is dit mes voor. Oh. En die zijn dus lager. Oh, en dit is voor onderwerk, dus voor zolen. Voor de zolen. Oh. En dat komt voor het zwaardere werk. En dit is voor ja, het bovenwerk. Bovenwerk. Ja. Een stikmachine. Ja. Ja. Dit is nog een stikmachine. Dat was met de trappen, hè? Trappen. Ja, ja, dat was dat. Ja. Nou, is dit een singenaarmachine? Was dat toen ook al een singer? Ja, 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 we waren hele beroemde. Singer was het beroemde? Singer en Paf. Oh ja. Singer en Paf, dat waren de bekendste. Dit is een zolenpers. Dit is een hele oude zolenpers. Met dit apparaat werden de... En hier zat lucht in. En dan kwam hier de schoen onder te staan. En dan konden ze zo de zolen oppersen. Oh, ja. Dat was alleen luxe. Ja. Wat staat erop? Ja, BIM. BIM fabriek kwamen, waren ze nog niet zo glad. Maar dan werd die met de BIM-machine. Zo. Want dit ding draaide heel snel. Ja, heel snel rond. Zo werden die gebimst. Oh, het was ja, eigenlijk helemaal glad schuren. En dan waren ze heel mooi glad. Oh ja. Ja. Die moest de stof af. Oh, ja. En dan werd daar de kleur op gezet die ze wilden hebben. Ja. Ze werden of zwart of bruin of... Ja. Dat kon je zelf doen, hè. Ja. Weet je, de kantenlikker. Dat was om de kant... Dan konden ze zo de kant om inlikken. Oh. Ja. Oh ja. Ja. En dan werd die ook mooi glad. Ja. Dat was allemaal bij de show, hè. Ja, het moet wel het moet dat hebben, hè? Moet dat een beetje uitnemen. Maar het is allemaal uitgevonden, hè? Het is allemaal uitgevonden. Ja. Iedere handeling had zijn eigen gereedschap, hè? Ja, ja, voor wel, ja. Komt er voor? Dat is voor de hielbescherming. Voor hielbeschermers? Net schoen. Nee, geen het woord hielbescherming niet gebruikt. Dat is het. Ik ga daar naartoe. Dankjewel, Henk. Dankjewel. En genoeg? Ja.